De eerste half uur was wel wat moeizamer dan daarna, zeg maar. Waar lag dat aan? Moeizaam. Hoe zit Donjel dan in de kleedkamer als hij zo'n invalbeurt Die is het mannetje dan, hè? Die is het mannetje. Nee, Donjel is een hele nuchtere jongen. Ik denk alle buitenspelers die we tot onze beschikking hebben zoveel kwaliteit, individuele kwaliteiten. Die kunnen een wedstrijd openbreken. Zo zag je ook eerste helft met Steven, die tussen de linies heel goed speelt. Die de ruimtes goed creëert. Vandaag Xavi, geweldig. Ook in de pressing, in het omschakelen. Cody met zijn individuele acties. Maar je hebt ook nog meer jongens. Jeremy, hou maar op, Memphis. Ga maar door. We hebben zoveel kwaliteit in het team. En het is mooi dat het tot bloei komt vanavond. In hoeverre heb je niet het gevoel dat die puzzel in elkaar is gevallen, zeg maar? Dat jullie nu, Wij moeten gewoon rustig blijven. En niet nu gaan zweven. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, gewonnen, door naar de kwartfinale. En nu is het tijd om voor te bereiden op een zware tegenstander, of het nou Turkije of Oostenrijk wordt. Het wordt gewoon een zware wedstrijd. Het wordt hard werken en we moeten daar met een goede gameplan ready voor zijn. Waar denk jij dat nog de winst zit, zeg maar, om nog bepalender te zijn? Of zeg je, dit is het niveau wat ik kan aantikken? Nee, ik kan nog meer aantikken, denk ik. Ik ken mijn niveau, maar uiteindelijk... Ik heb het steun van mijn familie. Dat is het enige wat ik nodig heb, samen met de bondscoach en het team. En uiteindelijk ben ik een jongen dat ik altijd ga luisteren, elk advies die ik krijg. En uiteindelijk ga ik hard werken om mijn doelen te bereiken. Het had al wat eerder beslist mogen worden. Werd je jezelf ook niet een beetje gek van? Kom op, laten we beslissen. Nee, zulke wedstrijden zitten ertussen. Je creëert zoveel kansen. Het veldspel zat er goed in. Iedereen deed goed zijn taak. De tweede bal hadden we. Zo'n dag als vandaag. Dat die bal niet eerder inging. Ja, dat zie ik eerder als een incident. We hebben zoveel kwaliteit. Zo zie je dat we ook op het einde terecht de 3-0 maken. Met de fantastische actie van Donjel. Ik maak me daar geen zorgen over. Was het doelpunt een beetje breekpunt? Want eerst was het een beetje zoeken, tenminste vanuit onze kant. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, natuurlijk. Je blijft op zoek. Je probeert je momenten te pakken. En uiteindelijk als die valt, dan geeft dat natuurlijk vertrouwen. Dan weet je dat de ruimtes natuurlijk ook wat groter kunnen worden, zodat je meer kansen kunt creëren. Uiteindelijk duurt het natuurlijk lang voordat we de tweede maken, maar... Over het algemeen ben ik heel tevreden. De eerste half uur was wel wat lastig en daarna kwamen jullie in naar die goal van Cody. Nou ja, je zag in het begin dat ze wat duels hadden. Zeker in het begin een paar halve ballen. Maar goed, we bleven rustig, we bleven gefocust. En we kennen onze kwaliteit en dan kan je hem ook over de streep trekken. De eerste half uur was wel wat moeizamer dan daarna, zeg maar. Waar lag dat aan? Moeizaam? Ja, tenminste kwamen minder makkelijk tot kansen. En de Roemenen waren wel wat gevaarlijker. Ja, ik had dat gevoel niet, eerlijk gezegd. Ik had het gevoel dat we juist de controle hadden. Ook, tuurlijk moet je moment ook compact zijn en die spelers spelen ook op een hoger niveau en de respect is er altijd. Maar het gevoel had ik wel dat wij de bal hadden en uiteindelijk ook de betere kans hadden.